Welkom terug in deze nieuwe video. En in deze nieuwe video speel ik Minecraft Skywars. En ik ga het vandaag hebben over mijn kanaal. En voor ik deze video ga beginnen, ga ik alvast zeggen dat mijn audio misschien wat brak klinkt. Want ik heb een nieuwe headset gekocht van Logitech. En moet het zeggen, de audio dingen werken best goed, alleen met Camtasia Studio, dus ja, dat, maar dat wordt binnenkort gefixt, dus nu klinkt niet slecht, maar ook niet super goed, zal ik zo zeggen. Anyway, ik had ook, ja, over mijn kanaal hebben, dus ik ga ook vooral, dus, ik ga dus, ja, ik ga het dus over iets hebben, ik ga het dus hebben over mijn kanaal. En ik ga het hebben over de views, de abonnees en aanbied. En ja, verder en verder en verder. En ja, weet je. Die gaan de laatste tijd niet zo lekker op mijn kanaal. Met een nadruk op niet zo lekker. Ik blijf heel de tijd steken op. Hoeveel abonnees? 106. Maar ik moest erover nadenken, keren. Oh, wacht, nu ga ik die gast naar een rustje. Oh. Nee, oh, maar nee! We zitten in een nieuw potje en hopelijk gaan we deze keer niet dood. En holy shit, mijn Minecraft is hier aan het. What the fuck? Ah, oké, nice. Dus, over mijn. Ja, sorry, ik heb hier een speakbriefje liggen. Ja, daar is het soms naar beneden kijken. Dat gaat niet opvallen, maar het valt wel op, denk ik. Ja, oké, dat maakt niet zoveel uit. Oké, maar. Mijn abonnees, ik blijf heel de tijd steken op. Oh. Snel. Zo. Ah, doe me net niet. Ja, dus ik blijf heel de tijd steken op 106 abonnees en dat vind ik niet leuk. Hoe dat komt, ja, omdat ik gewoon ja, kutvideo's maak. Ja, nice try, je raakt me echt niet, maat. Dat is gewoon een noob, dat zie ik nu. Waarschijnlijk had hij mijn kill, maar ik nu zeg noobs. Nee, maakt niet zo uit, denk ik. Waarschijnlijk zijn die op mij aan het afgaan. Zo. Nee, toch niet. Oké, ik zou dat gedaan hebben, maar moet hij weten. Au. Yeah. Dus ik blijf. Het is echt moeilijk om met onderwerp te blijven in live commentary. Holy shit, maar ik wil dat gewoon niet zien. Dus. Ja, mijn abonnees blijven heel altijd steek op 106. En dat is gewoon, ja, vrij kut gewoon later zijn. Ik heb trouwens net die gast geowned. Gewoon te hard. Ja, pff, heeft die kist niet eens open gedaan, die flikker. En, ja, dat heeft hem wel open gedaan. Maar, en daar wil ik dus verandering in brengen. En dat, ja, dat hoe moet ik dat doen? Ik ga een vast upload schema maken. Mijn audio verbeteren. Meer interactie brengen tussen mijn video's. Er komt de facecam en zo. Bla 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 bla. Dus dat. En wat ik ook nog wil zeggen. Dat is een FPS erop. De eerstkomende video's. Kan mijn audio slecht zijn. En ik had eigenlijk. Ik had al een beetje aan de video gezegd. Maar ik heb nog een. Ja, dus ja, kom, ik ga die gast hier wel gewoon bekijken, dat maakt niet uit. Ik ga dus mijn. Ik heb nu Windows Vista 64-bit op mijn PC en ik ga dat veranderen naar Windows 7. En nu denk ik allemaal van. Is uw PC serieus Windows Vista? Ik heb een audio over te praten. Nee. Maar, ja, dus. Dan denk ik waarschijnlijk wel, waarom, hoe komt je zelfs naar Windows Vista? Kijk deze PvP-bril, holy shit, hij is zo dood. Oh, ja, iemand gaat die kill afpakken, kijk dan, holy shit, oh. Maar, ja, dus, ik ga naar Windows 7 switchen, dus eerst komen de video's kunnen wat slechter audio zijn. Als ik Windows 7 heb, kan ik ook een nieuw editprogramma downloaden, want dat editprogramma gaat niet in Windows Vista.
En ik kan niet natuurlijk speciaal Windows 7 kopen voor Windows Vista. Ik had ook gewoon, omdat sommige games Windows Vista niet meer ondersteunen, pak Assassin's Creed Rogue en Unity. Die heb ik allebei gekocht. Werken allebei niet op mijn PC. Hoe komt het? Een user DLL 32 file. Die vraag waarschijnlijk allemaal af: what the fuck is dat? Wel, ik zal het eens kort uitleggen. Dat betekent, dat houdt dus eigenlijk gewoon in dat uw computer een bepaalde, dat dat spel een bepaalde besturingssysteem niet ondersteunt. Ja, maar het is eruit. Oh shit. Diamond viel er bijna af. En ja, dat is gewoon vrij rot. Dus daarom wil ik zo, maar ik zo graag naar Windows 7 gaan. Dat is gewoon ondertussen al een droom geworden. Iedereen wil nieuwe games, ik wil Windows 7. Kom vechten. Nee, nee. Maar... Hoi, is er iemand? Hoi. Oh, ja, fuck you. Wat een flikker. Oh, die heeft dat niet opgedaan. Ik weet niet wie, maar... Surprise, motherfucker. Hier, man, hier. Hier. Oh my, zie. Oeh, oké. Dit wordt nog een lange video ook, holy shit. Maar dus dat, want ik ben zo geconcentreerd op Skywars, zou niet mogen eigenlijk. Maar, ja, dat. En ik ga Windows 10 switchen, dan ga ik nu ook hebben over de E3 video's. Die werden zot veel bekeken eigenlijk. No Man's Sky heeft bijna 100 views. Oké, ja, ik denk wel dat iemand heeft zitten viewbotten, maar het is idee wat telt natuurlijk. Dus die heeft, ja, dat is dus best veel van het aantal views dat No Man's Sky heeft. En ik ga zeggen waardoor die views niet eens kunnen bijkomen. Terwijl zijn gewoon mijn oude abonnees terug geïnteresseerd in mijn kanaal. Nee. Wat? Oké, boeien. Oftewel zijn mijn oude abonnees terug geïnteresseerd in mijn kanaal. Oftewel, ja, zijn het iemand van mijn school die mijn kanaal heeft gevonden en die zit dat tegen iedereen te zeggen. Hey, kijk, die Walter heeft een kanaal, beautje, waa. En zit iedereen te bekijken. Ja, daar is nu ook een kans op natuurlijk. Ik denk vooral dat kans B is. Want ja, gewoon dat. En dan wil ik ook nog zeggen, er komt ook een nieuw... Ah, ik heb fucking hard gekrapt, holy shit. Ik heb ook een nieuw uploadschema. En dat uploadschema, dat wordt vanaf volgende week maand, ik heb op Twitter gezet vanaf zaterdag 4 juli, dat wordt verplaatst, of ja, nee, dat wordt, jawel, ik weet niet, zal ik dat ver... dat wordt er wel op zaterdag 4 juli of maandag 6 juli. Dus terwijl op eentje van die twee dagen, komt dat. En ja, dat is gewoon fucking awesome natuurlijk. En een nieuwe uploadschema is dan ook. Ik ga zo stom ik dat niet zou vertellen. Dus maandag Assassin's Creed 2. Of gewoon, laat zeggen gewoon Assassin's Creed game. De Assassin's Creed game die ik op die moment aan het spelen ben. Ja, die komt dus dan op maandag. Oh, ik heb al gelijk veel armor, holy shit. Die komt dan op maandag. Ja, jullie weten het ondertussen dat het op maandag komt. En op dinsdag komt er dan... Ik heb nog ook nice. Op dinsdag komt er Middle-earth Shadow of Mordor. Woensdag Far Cry 4. Donderdag, maar ik moet echt fucking hard nadenken. Echt niet normaal. Donderdag Resident Evil. Wat moet dit? Nee! Nee! Eet! Ah, nee, fuck. Holy shit. Oh my... Ja, sorry. Dus, ja, ik was even bang, sorry daarvoor. Dus, dan komt er donderdag Resident Evil AD Remaster. Vrijdag komt er True Assassin's Creed 2, zaterdag Portal en zondag Minecraft. Het is echt gewoon heel moeilijk om live commentary te doen, oké? Okay? Dus ja, dan wil ik ook nog zeggen dat ik een A-test heb. Dus ik, ja, ik heb een A-test. Ik ga gewoon naar Fiden Middelbaar TV. Dus ja, dan. Maar na ik deze video afsluit, vonden jullie deze video leuk? Was het een blauw? Dan heb je hem niet de volgende keer en de volgende keer meer. Dan. En nou, Ruben.